Mijn naam is Ruben Alderschebaas. Ik ben advocaat en lid bij de Algemene Raad. Ik heb een dilemma voor u. Ik ben advocaat en ik werk op een kantoor in Utrecht. Ons kantoor is voorzien van een zeer goed ICT-systeem, waarmee wij vertrouwelijk en beveiligd met onze documenten voor een cliënten om kunnen gaan. Morgenochtend om 10 uur heb ik een zitting in Maastricht. En ik ben zo verstandig geweest om een hotel te boeken, zodat ik me absoluut niet kan verslapen en zorg dat ik tijdig ben voor de zitting. Aan het einde van de middag, de dag voorafgaand aan de zitting, heb ik een bespreking met mijn cliënt. En daar komt hij tot mijn verbazing, maar ook, ik ben er wel blij mee, met de koopakten, de originele authentieke koopakten. En die zijn van belang voor dit geschil. Die koopakte is niet één document, het blijkt een verhuisdoos vol met documenten te zijn. En het is niet helemaal duidelijk wat wel en niet relevant is. Ik overleg met mijn cliënt en ik zeg dat wij normaal gesproken alles met digitale documenten doen, zodat ik die ook ter zitting goed kan gebruiken en mee kan nemen. Wat doe ik? Ga ik met deze verhuisdoos vol documenten naar de lobby met de vraag om dit in te scannen, zodat ik het zelf op die computer al daar in een gratis Dropbox-account kan uploaden? Vraag ik bij de receptie of ze het voor mij willen inscannen, zodat ik de documenten op een USB-stick kan zetten? Ga ik met de verhuisdoos terug naar Utrecht om daar op mijn kantoor in een beveiligde omgeving te scannen, zodat dat in ons beveiligde ICT-systeem staat? Of neem ik de hele verhuisdoos morgenochtend mee naar de zitting en ga ik daar wel zien of ik het juiste document er wel uit kan halen? Wat doet u?